Goedendag, mijn naam is Rob van Wel van Electroshop.nl en ik laat u nu zien het Opus dubbel stopcontact IP55. Voorzien van twee kleppen met een goede veer. Er zit ook een vergrendeling op dat je hem dicht moet doen om IP55 te laten zijn. Dus voorzien van sterke veren. Je ziet, hij gaat niet op. Hij blijft gewoon heel, gewoon dubbel stopcontact. Een invoer, een dichte invoer en een dubbele dichte invoer ligt eraan wat je wil doen. Eén of twee kabels in wil voeren, want het stopcontact is zo uitgevoerd dat je er een doorloze uitvoering van kunt maken. De binnenkant ziet er als volgt uit. De kleppen er even af. De bovendelen zijn voorzien van een extra rand. Een extra aangespoten rand om die waterdichtheid van IP55 te garanderen. Het is een flexibele rand. Het dubbelstopcontact ziet er zo van binnen uit. Is al voorbedraad, is dus er doorgelust. Dan kun je de kabel of de draad aan de bovenkant invoeren of aan de onderkant. Maar je ziet dat je hem kunt monteren in een bestaande leiding. Die knip je door en dan voer je de kabel die van de bovenkant komt, voer je aan de bovenkant in en sluit je aan de bovenkant aan. En de afgaande leiding sluit je gewoon aan de onderkant aan. Dus je hoeft nooit geen kabeldozen of iets dergelijks tussen te maken als je wilt doorlussen. Daar zijn deze ideaal voor. Ze zijn IP55 geschikt voor buiten. Slagvast, IK07. Makkelijk te monteren. Twee schroeven vast te draaien. Dus je hoort hem klikken. Om hem waterdicht te maken. Kijk, er zit een verhoogde rand in. Dus alles wat hij spettert en doet kan niet naar binnen. Want hier zit ook weer een rand in. Sluit over elkaar aan. Er zit hier nog een extra afdichting op. Ook weer die flexibele afdichting. Dus die is gewoon supergoed. En dit is de Opus dubbel stopcontact verticaal.